Vandaag gaan we filmen bij de bedrijfscollectie van AkzoNobel. Dat zou in juni het jubileum vieren van hun 25-jarig bestaan van de kunstcollectie. Door corona is dit nu uitgesteld, maar om dat toch te vieren gaan we met 4 mensen spreken, namelijk Hester Alberdingtijn, degene die al 25 jaar de collectie leidt, met de CEO van AkzoNobel, Thierry van Lanker, met Gijs Vrieling, die het sleutelwerk op een muur hier heeft geschilderd, en met Fons Hof, degene die als een speel in de kunstmarkt weet hoe belangrijk een bedrijfscollectie is. Hester, wat ontzettend leuk om hier te zijn. Alleen de reden is aan de ene kant heel leuk, want je hebt je 25-jarig jubileum. Niet alleen van de Akzo Art Foundation, maar ook van jou als leider van die Akzo Art Foundation. En dat is heel bijzonder, want dat kennen we eigenlijk niet. Iets anders is alleen dat het zou hier een gigantische tentoonstelling zijn en dat is niet doorgegaan. Wat in het vat zit, verzuurt niet. En ik ben wel een leider, maar ik heb me eigenlijk laten leiden door de kunst en de kunstenaars. Daarom heet onze tentoonstelling ook We Are The Collection. Maar dat de collectie die staat, en daar ben ik ontzettend blij mee. Het is natuurlijk ontzettend jammer dat het niet doorgaat, maar er zijn nu ergere dingen, hè, met corona. En nu heet, waar we nu in staan, is ook een tentoonstelling. Die heet Common Grounds, Common Grounds nummer 2. Ja, nou ja, Common Ground bestaat eigenlijk uit het steeds vinden van Common Ground tussen heel verschillende kunstenaars, tussen thema's, tussen actualiteit. Ik geloof zelf heilig in dat een bedrijfscollectie niet een losgezongen iets is, maar dat dat eigenlijk heel erg moet functioneren in die hele wereld van de beeldende kunsten. Gijs Vrieling, fantastisch dat je hier bent. Superleuk dat je eventjes ook wel wat wil vertellen over jouw werk en je plek hier in de AkzoNobel collectie. We staan hier bij een muurschildering. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Het is het zicht op de Bosporus. En ik was daar geweest in de periode voordat Hester mij vroeg voor deze schildering. Maar wat je ook doet, is dat het tijdelijk is. Want lang niet alles blijft die muur bestaan. Nee. Hoe voel je daarbij? Dat is eigenlijk een heel groot voordeel. Want dat maakt het eigenlijk mogelijk om dingen te maken. Waar mensen nooit een permanente opdracht voor zouden geven. Hester, jij leidt nu 25 jaar deze collectie. Waar ben je nou in die afgelopen 25 jaar tegenaan gelopen? Wat is het verschil met een museum? Wat is het verschil met een privécollectie? Wat er anders is, is je opdrachtgever. Het is eigenlijk als een soort huwelijk, zou je kunnen zeggen. Akzo is de opdrachtgever. Die heeft natuurlijk een hele andere visie op kunst dan feitelijk een specialistisch verzamelaar. Het gaat over deze tijd. Het gaat over het nu. Het gaat ook over urgentie. Maar waar is Akzo mee bezig? Nou, we zoeken dus steeds naar gemeenschappelijke onderwerpen. Dus je zoekt naar die gemene deler. Maar de tijdsgeest verandert. Dus ook het thema van Akzo, maar ook de kunst. En als jij nou terugkijkt, zijn er miskopen geweest? Is het altijd gelukt om die tijdsgeest te pakken en dat midden te vinden tussen wat Akzo wil en de tijd waarin je dat kocht? Ik zou natuurlijk meteen moeten zeggen, nee, we hebben totaal geen miskopen. Dat bestaat niet. Wat wel interessant is, dat ik denk, je hebt echt inmiddels meesters en je hebt jong talent. En je hebt natuurlijk mensen die je aankoopt 25 jaar geleden, die zich misschien minder sterk hebben ontwikkeld dan anderen. Maar als die collectie goed is, is dat opgebouwd als een soort vangnet. Dus kunstenaars en kunstwerken die minder actueel of minder goed zijn, of ze minder hebben ontwikkeld, die blijven heel goed in het web, in het netwerk van de collectie hangen. Dus ik heb nog nooit overwogen om er ook maar één uit te halen of minder goed te vinden. Fons Hof, je bent directeur van Art Rotterdam en van Unseen. Je hebt het online platform opgezet wat eigenlijk de Nederlandse galeriewereld in kaart brengt. Dus eigenlijk ben je wel een enorme speel in de Nederlandse kunstmarkt. Daarom wil ik van jou eens weten van hoe belangrijk is nou zo'n bedrijfscollectie, en specifiek deze natuurlijk, voor die markt? Heel belangrijk, heel belangrijk. Een groot deel van de Nederlandse kunstmarkt wordt aangekocht door de bedrijfscollecties. Het is een hele belangrijke functie in Nederland. De meeste collecties die waren
in eerste instantie opgericht om kunstenaars te ondersteunen. Maar het zijn in de loop der jaren ook steeds meer keurmerken geworden, stempels. Stempels van wat goed is. Stempels wat kunstenaars zijn om te volgen. Daarnaast heeft het ook nog een hele sterke archieffunctie. De bedrijfscollecties hebben heel breed verzameld in het Nederlandse veld. Dus als een soort bewaarfunctie ook, naast zeker, de musea. Zeker, een bewaarfunctie, maar het wordt ook allemaal getoond. En is er ook op gericht om de werknemers in contact te komen met kunst. Maar nou is het leuke van deze collectie eigenlijk dat die gewoon openbaar is. Je kan hier overdag, iedereen kan hier gewoon naar binnen lopen. Ja, ja. In deze tentoonstellingsruimte. Nou, dat is inderdaad waar. En natuurlijk, alle bedrijfscollecties laten de werken zien in de kantoren. Maar dit is heel bijzonder, want hier kan je eigenlijk gewoon naar binnen lopen en een tentoonstelling van de collectie zien. Thierry van Lanker, voorzitter van de Raad van Bestuur van AkzoNobel. Mm-hmm. Fantastisch dat u tijd heeft gevonden om in deze voor u toch hele drukke tijden om even iets te zeggen over het jubileum van uw eigen collectie. Daarover gesproken. Hoe ervaart u het om zo'n collectie te hebben, zo'n kunstcollectie te hebben? Ik denk dat het voor een verf- en coatingsbedrijf een beetje in de logica der dingen ligt om inderdaad een kunstcollectie op te bouwen. En het brengt een zekere meerwaarde in het bedrijf. Het brengt dan toch zeker in het bedrijf iets dat blijvend is, iets dat een, toch ook wel een beetje de gedachte stimuleert. En hier in het gebouw is het iets dat heel gevraagd is bij de organisatie, zowel hier beneden in de lobby als in de kantoren, omdat het toch altijd een gespreksonderwerp is en iets meer brengt dan alleen maar de soms grijze spreadsheets waar we mee te maken hebben. Ja, dat is heel mooi. Andere vraag is, ik weet dat soms het probleem is van sommige corporate bedrijfscollecties, dat er natuurlijk in de tijdsgeest dingen wel de richting gaat verschillen. En dat hangt ook af van wie er leiding geeft. Heel bijzonder dat 25 jaar heeft kunnen bestaan en ook onder leiding van één iemand. Dat is inderdaad correct. Maar er zijn twee geheimen bij het recept. Eén is de persoon die het leidt. Ik zou zeggen dat er een heel succesvol onboarding geweest is van elke CEO om te begrijpen wat de meerwaarde van de collectie is. En dat is op zich een heel boeiend proces. Ja, het is de welwillende ondersteuning van het management. Maar het wordt voornamelijk heel sterk gedragen door de organisatie. En ik denk dat het grote succes is dat de werknemers zelf in het bedrijf, dat die eigenlijk vreemd zouden opkijken mocht de collectie plotseling verdwenen zijn. Hester, veel dank voor jouw tijd. Ik hoop dat we snel een nieuwe datum voor je jubileum hebben. Maar voor nu, dank je wel voor je mooie en bevlogen verhaal. Nou, heel graag gedaan. En namens de kunstenaars, de beste manier om kunstenaars nu te ondersteunen, is toch aankopen.